kan niet houden van een standbeeld, stenen bloem in de woestijn. Ik kan niet houden van een pop die zal nooit levend zijn. Ik kan niet... Wim, we staan vandaag voor een oerlelijke vrouw, toch? Ja, ik vind het wel. Ja, of in ieder geval een oerlelijk standbeeld. Ja, ik geloof ook dat de vrouw niet veel mooier was. Dat durf ik wel eerlijk te zeggen. Maar goed, daar gaat het ook niet om. Dit is koningin Wilhelmina. Die stierf in 1962. Dit was de grote oorlogskoningin. En toen heeft de moeder van alle beeldhouwsters in de 20e eeuw in Nederland, Charlotte van Palland, die heeft het opdracht gekregen in begin jaren 60. Maak een beeld. Nou, je ziet een koper gegoten beeld. Het lijkt wel een soort hobbezak met een hoofd, met een soort hoofddeksel, met een dikke sjaal om en twee armen die niet af zijn. Dus je moet je voorstellen, die armen bevatten nauwelijks handen. Maar dat past ook bij dit beeld, want het heeft nauwelijks een gezicht, het heeft nauwelijks handen. Het moet uitstralen kracht, pure kracht, standvastigheid. Onverzaagbaarheid, dat betekent niet stoppen in de oorlog. Dat moest het beeld uitdrukken. Ja. Nu is natuurlijk weer de vraag, Wim. Wie van de mensen hier in Den Haag, bij Paleis Noordeinde, zou weten wat het beeld is en wat het uit moet staan? Want wat het beeld is, er staat ergens Wilhelmina, dus dat is nog... Ja, maar daar ben ik wel benieuwd naar, want tegenover ons staat dat muurtje. En op dat muurtje staat Wilhelmina en het hele verhaal erbij. Maar of, als je dit beeld ziet, of je dan meteen weet wie dit is, dat vraag ik me af. Als u mij vraagt wat ik nou vind van dat beeld, ik weet wat het moet uitbeelden. Maar het is een soort van opgestevende hoop poep. Het is behoorlijk vormeloos. Dus, een opgestevende hoop poep. Ja, ik weet niet of dat zeg maar veeg is voor radio en televisie. Dat durf ik niet. Maar wat vinden jullie zelf? Ja, ik vind hem ook niet mooi. Je vindt hem niet mooi? Nee, poep had ik nog niet aan gedacht. Maar het is een vormeloze klont van alles wat zeg maar klei of noem maar op. Daar is dus weinig aan te doen. Ik vind het niet zo mooi. Heeft u enig idee voor wie u zit? Ja, uiteraard. Wilhelmina, hè? De koningin? Moeilijk. Ja, koningin Wilhelmina. Ze is tegelijkertijd lomp en sterk. Lomp en sterk? Ja. Nou, ze was niet echt elegant natuurlijk, hè? Nee, is dat zo? Nee, een beetje kop en kont aan elkaar en vreemde buigentjes maken aan iedereen. Ze bewoog heel vreemd. Ja. En niet echt hoffelijk. En daarom is het standbeeld pas wel goed bij haar? Pas heel goed bij haar, ja. Ja. Het onverzettelijke ook, hè? De Tweede Wereldoorlog. Maar ze heeft ook geen gezicht hier, hè? Nee, moet dat dan? Dat? Nee. Ja, ik heb er geen verstand van, meneer. Ik en een sterke vrouw. Een sterke vrouw? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja? Dit is een mooi beeld. Het is precies Wilhelmina. Mijn grootvader, toen ik klein was, hij in Peru, in een dorpje, hij vertelde me altijd dat hier in Nederland was een jonge koningin die 11 jaar was. En zij heet Wilhelmina. Zij was koningin van de Oranjes. En van een land die onder de zee was. Dus ik heb deze beeld ik heb in mijn hoofd. En heel toevallig, na jaren, ik leerde kennen mijn man en hier gekomen. Kijk. En daarom, ik vind het hartstikke leuk. Het was een prachtig mooi verhaal. Beetje dik vrouwachtig. Ja. Een dikke vrouw. Ja. Met een jas aan, denk ik. En een beetje oudbollig. Ja. Oké, laten we kijken of we kunnen ontdekken wie het is. Iets over het koninklijk huis? Of niet? Ja, is het heel warm. Ik geef je een tip. Als je helemaal omkijkt, dan staat de naam op helemaal aan de andere kant van het veldje. Wilhelmina. Ik had het wel in mijn hoofd. Ik had het wel in mijn gedachten. Ja. Ik niet. Oké, nou het is dus Wilhelmina. Maar als je kijkt naar het standbeeld, wat zei je nou net? Een beetje een dikke vrouw. Ja, met een winterjas aan en een sjaal om. Muts op. En ja. Handschoenen aan. En het gezicht? Is een beetje wegvaagd. Ja. Ja. Je ziet niet echt een gezicht. Been of zo. Ja, het interesseert me gewoon niet eigenlijk. Ik weet niet, het is niet mijn ding gewoon. Geschiedenis? Ja. Wat vind je wel interessant? Ja, meer de wiskunde, scheikunde en natuurkunde kanten op. Ja, kijk, weet je toen wat in de oorlogstijd gebeurde? Zij ging natuurlijk, toen die oorlog aan de gang was, 13 mei, daaromtrent is ze naar Engeland gegaan. Met de hele ministersploeg.
Nou, daar zijn twee theorieën over. De ene theorie zegt, heel verstandig, want als zij niet was gegaan, had ze de situatie gehad als de Belgische koning. Die Belgische koning dacht, ik gooi het op een akkoordje met Hitler en ik blijf in het paleis zitten. Nou, wat is de facto gebeurd? Hitler heeft hem als soort vazal geclaimd en machteloos gemaakt. Wat bij haar gebeurde is dat zij dat verzet in ballingschap, laten we zeggen, nog aanmoedigde. Maar, later is natuurlijk de naam gegeven van het is de moeder van het verzet. Maar je moet je voorstellen, in Nederland was het toen enorme woede. Van zij verlaten ons, hoe kan het nou, moeder des vaderlands. Over het algemeen is denk ik dat de geschiedenis is geplaveid met mensen die eigenlijk toch over het algemeen voor hun eigen dingen veel graaiden. En ik heb er niet zoveel mee, moet ik zeggen. Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen, want zij heeft natuurlijk vanuit Londen de moeder erg ingehouden achteraf. Dat is zeker waar. Via de radio. Ja. En het was ook de bedoeling dat zij gelijk met die de slag om Den Haag, dat zij gegijzeld zou worden en de regering en zo capitulatie zou afdwingen. En dat is dus niet gebeurd. En als ze haar gevangen zou hebben genomen en de regering en in ballingschap, dan ik weet niet hoe dat dan gegaan zou zijn. Nou Wim, laten we eens even een conclusie eraan verbinden. Nou, de conclusie is dat het oordeel, vind ik, gemengd is over het beeld. Dus een aantal mensen zeggen het is een afschuwelijk beeld en vormeloos en dik. Maar een aantal mensen zeggen... Ja, maar jouw oordeel, want we gaan even kiezen. Hè. Laten we zeggen of je mag het weghalen, of je mag het laten staan, of er moet een kleine bijsluiter bij. Ja, er zou een kleine bijsluiter bij moeten. Ik zou het niet weg willen halen, want het is wel ook een beeld. Ik vind het geen mooi beeld, maar het is wel een beeld wat echt toch kan staan. En je ziet ook hoe die mensen reageren. Zou ik wel van zeggen, laat staan. De bijsluiter zou moeten zijn, is dat ik over Wilhelmina in oorlogstijd niet zo goed te spreken ben. Het is alleen maar een helder verhaal. Maar het punt is, Wilhelmina was geen democraat. Ze ging met de regering naar Londen. En in Londen had ze eigenlijk een minachting voor het kabinet. Maar ja, het kabinet was democratisch tot stand gekomen. Dus daar heb ik altijd een beetje kanttekening bij. Oké, okay. Ze mag blijven staan, maar met een kleine bijsluiter. Ja, wel met een kleine bijsluiter. Dankjewel.